Limburgse begrippen, veel wind. Zo nu we dan een vlaag, al valt het dan nu wel weer mee. Alsof de windgoden begrepen hebben dat het hoog tijd is om te gaan liggen. We zullen zien of ze er last van hebben. Verder is het allemaal prima te doen. Heeft het wel flink geregend en regent het zo nu we dan ook nog wel even verder door. Maar ja, dan moeten we maar tegen kunnen. Darvalou is de man die gehuurd is van Vitesse en die het goed doet. Zeer nadrukkelijk aanwezig. Bruns hoopt dat vandaag ook te zijn. Ook hij van Vitesse gehuurd. En hij heeft na één of twee trainingen een basisplaats. Gaat wel ten koste van de jonge Simon Jansen. Die op zijn beurt weer vroeg in de wedstrijd kwam tegen PSV. Toen Lindhorst geblesseerd raakte. Lindhorst die op zijn beurt weer een hoofdrol speelde in de heenwedstrijd. Die VVV heel verrassend won. Geen de koning zult u zeggen. Nee, die is ziek van hier vandaan. En dat zal al wel eerder gedaan zijn, maar dat kun je niet vaak genoeg doen als het gaat om gezondheid. Van harte beterschap gewenst, Hans de Koning. Hij is er binnenkort wel weer bij. We gaan een minuut stilte houden. Ter nagedachtenis aan donderdag overleden clubarchivaris Bear Diddens. 85 jaar geworden. Bear Diddens dus, de man die alles in eerste instantie op schriftjes stelde. Uitkijken nu, VVV, want daar is meteen de eerste mogelijkheid. Goed doorgelopen, Guara en Gustafsson en dichtbij. Tweede minuut. En dan aan de andere kant dus de mogelijkheid voor Darvalou. Zo mag het wel blijven gaan. Van links naar rechts. Voorzet die lang onderweg is. En waar Darvalou dan toch betrekkelijk eenvoudig kan inkoppen terwijl de bal alweer aan het dalen is. Vlag blijft omlaag. Wright mag door. Wright. Ja, ja. Om maar een beetje aan te duiden hoe het komt dat en Wright en Sinclair zo weinig effectief zijn. En zo weinig op hun lijstje hebben staan. Het is geen buitenspel, want Guara voorkomt dat. Maar dan doet Wright uiteindelijk dit. Van Nooyen. Post. In de richting van Wright. Nou, Hoogma blijft heel rustig. Paast ook goed op Emanuelson. Van daaruit kun je dan doorvoetballen. Van de streek goed gelopen. Goed dat paasje. Abbas nu voor de eerste keer. Het gaat heel goed zo. Czerny. En nu de voorzet die ertoe doet. Balletje terug. Kan ook op Gustafsson. Die haalt dan met rechts uit. Waarmee Utrecht een goede aanval besluit. En Higgler wijst naar de... Ja, als voetballers zo fel protesteren, dan hebben ze meestal gelijk. Maar ja, Higgler wil er niets van weten. Wordt ook niet gesteund door zijn assistent. Een voortlopende aanval. Van Wright naar Darvalou. Voor het doel is uiteindelijk alleen zoet. Aan de linkerkant Pettersson. Dan wordt de bal helemaal heen gebracht nu. Of toch maar niet. Emanuelson, iedereen in positie. Guara liep, maar ja. Werd niet bereikt. Einde aanvalsopzet, Utrecht. Een last. Bij Reusler. Omdat Abbas daar raar doet. Dus de speech van Hitler. Ja, een heel rare beweging van Abbas. Neigt naar een stompie. En wordt gecheckt door de heer Bijl. Dus hij krijgt eerst een toespraak. Daarna gaat er verder naar kijken. En daarna zijn we weer een minuut verder. Post. Dat is een prima bal voor Zoet. De bal kreeg de curve niet. Zoet wilde snel. Bruns hield even vast. Maar toch is hier Gustafsson. Czerny. Gustafsson.
Emanuelsen. Gouard. Mooi op tijd teruggegeven. Guara daar. Utrecht dichtbij. Bij de eerste paal liep Abbas. Goede combinatie. Guara en Peterson ging eraan vooraf. Darvalu, het harde werken dan misschien op de valreep nog beloond ook. Sinclair gooit er het lichaam tussen. Bruns probeert het, drukt het schot wel, maar dan krijgt het geen vaart. Het is het beste van de laatste minuut van de eerste helft. VVV begonnen aan die tweede helft. De bal in de richting van Wright met Kluiber. Post. Aangetikt door Tjerny. Dus vrije trap voor VVV. Van Ooyen, dus die bal draait richting het doel. En dan met de voet gered door Zoet. Zo lastig van zo dichtbij. Is het Koen die dat probeerde. Maar er is ook gevlacht. Pachonik, aangespeeld door Koen. Pachonik gekeken, nu de voorzet. Ja, daar is Bruns en hier is Wright. Penalty, zegt Hichler. Kan niet anders. Wright schiet tegen Kluiber aan. En wordt omhelst door Van Ooyen. Wat is dan voor de eerste keer in zijn VVV-tijd dat hij een soort van assist aflevert. Van dichtbij keihard tegen Kluiber aan en die kan geen kant uit. Maar zegt Hichler, ja... Het is Hens. Ik vind het een penalty. Zo. Je kunt hem in een hoekje leggen. Darvalu 1-0 VVV. We zijn tweede al voor de ploeg uit Venlo. Maher, Ramselaar en Baarbek met z'n drieën tegelijk. Dat is meteen alle maatregelen in één keer nemen. Wat hij gelijk heeft, want dan hoef je ook niet alle verhalen drie keer te vertellen. Van de Streek. Dat is goed gedaan, Pettersson. Nu dan. De gelijkmaker. Nee, wel bijna een eigen doel gewerkt. Door Reuseler. Hier is Bruns. Metertje voorlangs. Het was het laatste van Bruns voor vanmiddag zijn debuut. Zegt niet altijd wat, hè, dat je de meeste kilometers hebt afgelegd. Daar kon Johan Cruijff wat mooie dingen over zeggen. Wat schijnt tegenwoordig een verdienste te zijn. Simon Jansen dus, de jonge Simon Jansen. Voor de ervaren Thomas Bruns. En meteen de ruiten voor 2-0. Nee. Hoe kun je die laten liggen? Zoet die de bal niet goed meegeeft en ontsnapt. Pettersson. Kluiber doorgelopen. En nu de voorzet. Makkelijk te verdedigen voor Post. Simon Jansen met zijn eerste actie. Paas dan van Ooyen. Op de onvermoeibare Darvalu. Darvalu gaat hij het nu wel doen. Nou, hij legt hem neer voor Jansen. Maar het is doorzien. Goed doorzien hoor, door Emanuelsson. Wendbaar. Orbi Emanuelsson niet een geboren verdediger. Maar hier redt hij de meubels. Gustafsson, het wordt leuker en leuker omdat er meer risico genomen moet worden. Maher,
Gustafsson gaat schieten. Nee. Dit kan ook. Van der Streek. Ook Hens. Ja, Hens. Maar wat voor Hens. Hichler vindt het voor ons nog een corner. Maar er wordt natuurlijk, denk ik, dit wel beoordeeld. En hij wijst nu al naar de penaltystip. Assistent was gedecideerd. Hichler wijst naar de cornervlag. De assistent naar de penaltystip. En ja, daar kun je niet omheen in deze situatie. Zo is het nou één keer. Wat belangrijker is eerst al zien hoe doet Gustafsson dat. Nou, niet goed. Dat is toch de man die bijna nooit de penalty mist, maar nu wel. En hij de Lemieux. Maar Hichler moet iets bekijken. Is mij ontgaan wat? Heeft het nog met de penalty van doen? Of is het te vroeg ingelopen? Daar heb ik eerlijk gezegd niet op gelet. Ja, er staat er wel een van VVV die te vroeg inloopt. Maar er zit de arm van Hichler erbij. Ja, wat gaat hij doen? Opnieuw nemen. Ho, 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 ho. Jongens, jongens, jongens. Gustafsson krijgt een herkansing. Pakt zeer vastberaden trouwens de bal. Maar hij gaat voor de tweede keer op de stip. Gustafsson nu. En nu in dezelfde hoek. Maar kan Kiersbaum er niet bij. En nu maakt het niet uit wie er inloopt. Omdat die bal erin zit. Kiest voor dezelfde hoek. Kiersbaum wat minder nadrukkelijk dan dat hij deed toen hij hem had. Het eindigt in 1-1, 1-0. Darvalou na 51 minuten benut een penalty naar Hens van Kleiber. Ongelukkig Hens. Dan maakt in de 81 in de 80ste minuut Christian Koem Hens. Weet Kiersbaum de strafschop te keren. Feilloos, maar heeft diezelfde Koem de fout gemaakt te vroeg in te lopen. En dan krijgt Gustafsson een herkansing. En in die herkansing laat hij Kiersbaum wel kansloos